Er is veel veranderd in zorg, sociale zekerheid en maatschappelijke ondersteuning. Het sociaal domein van de gemeente Zaltbommel presenteert de zes O's. Opvoeding, ontwikkeling, ontspanning, ontmoeten, ondersteunen en ontzorgen. De O van opvoeding, met buurtzorg jong. Triple P, de succesvolle methode voor hulp en ondersteuning in gezinnen. Kamertraining en laagdrempelige huisvesting voor jongeren. Geen wijzende vinger, maar een positieve benadering. De O van ontwikkeling. Leren doe je een leven lang. Onderwijs en zelfontplooiing is van onschatbare waarde. Talentontwikkeling. De mens als spin in het web van zijn eigen mogelijkheden. Wel zo gezond. De O van ontspanning. Sport en spel, op school, in een vereniging, culturele activiteiten. Ze dragen bij aan het welzijn van de inwoners. Activiteiten die laagdrempelig zijn, geven jong en oud de mogelijkheid om mee te doen. De O van ontmoeten. Eenzaamheid is een belangrijk thema. Daarom is contact met anderen zo belangrijk. Een koffieochtend, taallessen, verenigingsleven. Er zijn voor elkaar. Samen redzaamheid. De O van ondersteunen. Het sociaal domein gaat armoede te lijf. Met een kindpakket. Extra aandacht voor kinderen. Met administratieve ondersteuning, hulp aan mantelzorgers en netwerken. Met als doel minder armoede, meer zelfredzaamheid. De O van ontzorgen. Zo lang mogelijk de regie over je eigen leven. Daar gaat het om. Drempels, in welke vorm dan ook, wegnemen, zodat zorgmijdend gedrag wordt voorkomen. En door preventie en gezond gedrag langdurige zorgvragen voorkomen. De zes O's, waarin onze inwoners centraal staan. Onze missie, elke dag. Hoe we dat gaan doen? Onze leidende principes? Ontdek het in ons beleidsplan 2017-2020.